De klok tikt door voor Timo Järvinen. Gaan we zo beginnen. En zijn tegenstander komt uit de People's Republic of Korea. Jong Hoon Song. Hierna volgen nog vier ritten. Met nog een Chinees, een Koreaan, een Canadees, een Italiaan, een Tsjech, een Brit, een Italiaan en een Australiër. We hebben een rondje om de wereld gemaakt wat betreft de 10 kilometer. Hij is nog steeds godziek. Zijn vrouw komt erbij. En dat gebeurt allemaal voor de plompe blaren. Waarbij ik moet zeggen dat hij wel gevoel voor decorum heeft. Ja. Almkerk, hè, komt hij vandaan. Wat te denken van deze jonge Finn, onervaren als het maar kan. En deze Koreaan. Ik heb geen flauw idee wat die Koreaan ooit gereden heeft. Laat ik jou de droom helpen. Voor zover mijn gegevens trekken, heeft deze man ooit 15:25.7 gereden. Daar liggen wij niet wakker van. We gaan maar eens kijken wat die Finn doet. Hij heeft het even zeer beroerd gehad, Hans. Hemd is open, maar hij rijdt weer. Hartelijk dank. Mevrouw en meneer Van Helden op de schaatsbaan in Calgary en wij kijken weer naar de Finn. En de Koreaan die onderdoor komt. In een tijd die te vergelijken is met die van Helden. Opvallend dat de Koreaan deze dans leidt. 1600 meter tijd. 2:20.9. Dus meteen beginnen in de 34. En ik denk dat dat voor beide al heel moeilijk zal zijn om dat enige tijd vol te houden. Al die Aziaten, je ziet het bij Noord-Koreanen, Zuid-Koreanen, Chinezen en Japanners, voor die kleine lichaampjes zoveel ijs nodig hebben. Brede uitzwaai. Dat lijkt me energieverspilling. Met Van Helden. Gelijk met Kuilberg.
5-12-9 voor beide. Iets trager dan Karel Berg. Beide 6-21-7. Gelijk aan Karl Berg. Jarvine 4800 meter 6-5-6-56-0. Song 7-30-5. Hij zal gelijk gaan oprijden nu met Van Helden. Uitgangstijd van 14:28. En de Finn blijft aan de leiding. 6800 meter, 9:47-2 via 33:8 zelfs. En hij kruist nu over de Koreaan heen. Als de Koreaan nu benen maakt, dan is hij veilig. Een botsing nog, misschien, op de zondag. Net niet. De Koreaan reed recht de blokjes in. Ja. 7200 meter. 10:21-3. Inderdaad op dat schema wat ik u net aangaf. 7600 meter gaat in 10:56-1. Even luisteren wat die Koreaan te melden heeft op de kruising. Iets harder wordt geadviseerd. Jervine nog altijd leunend tegen die eindtijd van de 14:24 aan nu. Maar met 35:2 krijgt hij dan problemen. Song is inderdaad wat harder gaan rijden. Jervine heeft de zaak nog niet geheel onder controle. Let maar op wat Song doet.
Järvinen na 8800 meter. 12.41.9. Masson lijkt haast uitgezongen nu. Slijmdraad uit de mond en via de kin van de jonge Javinen. Die hard bezig is naar een nieuw persoonlijk record. 13.7.5 en 35.6 rondje. Daarmee rij je dus pakweg zo'n 35 seconden achter de... Op een rondje waren ze gezet nu door Gustafsson. Met de moed der wanhoop werkelijk. Timo Järvinen, 1952-65, de tweede man uit dat roemrijk schaatsslag. Hij gaat heel diep. En dat is altijd mooi om sportmensen op zo'n manier bezig te zien. Je mag deze prestatie zeker niet bagatelliseren. Dat zei ik juist, bagatelliseren. Deze mensen vechten voor hun Olympische plaats. Dat trekt zeker deze mensen tot eer. Het zijn geen toppers, maar ze knokken zich werkelijk dood. Prachtig, 14.27.69 is het 14e tijd. En Song komt in 14.33.41 binnen. En daarmee hebben we het volgende triootje weer gehad. En zullen we voor de volledigheid deze serie nog een keer afsluiten met de stand van zaken tot nu toe. Om u dan, voor zover ik begrepen heb van de eindredactie in Hilversum, niet meer op te zadelen met de volgende ritten die hier gereden zullen worden. We zullen wel via onze redactie de tijden nog doorgeven voor diegenen die echt geïnteresseerd zijn in Lou, Kim, Koppelen, Milesi, Kinsel Green, Seychelles en Coates. Maar dat duurt er nog zeker een... anderhalf uur voordat alles hier klaar is in Calgary. Gustafsson, het goud. Hatsief, het zilver. Leo Visser, brons. Eric Flame, vierde. Zijn derde vierde plaats van dit toernooi. Hoe is het mogelijk? Via Kemkers kwamen we bij Klujev, Fraier, Biritsin, Lamarche. En op een keurige tiende plaats Herbert Dijkstra. We hebben het gehad, denk ik. We mogen stellen dat we een van de mooiste, zo niet de mooiste, schaatsprestaties ooit hebben gezien. De 10 kilometer van Tommy Gustafsson was een plaatje. Daar werd je koud van. Met deze beelden geven we u na een bijzonder lange zit terug vanuit Calgary. Gaarne terug naar Ik Denk Tom.